en leuk dat u weer kijkt naar Nieuwe Vragen op Straat. Pokémon Go, het spelletje waar heel Nederland in de ban van is op dit moment. Is Breda al in de ban van dit nieuwe spelletje? We horen geluiden dat het gevaarlijk zou zijn. Mensen kijken de hele dag op hun telefoon en letten niet meer op het verkeer. Speelt u het al? Speelt u het niet? Waarom speelt u het niet? Vraag op Straat vraagt het aan u. En vergeet niet onder dit filmpje te reageren, want ik ben heel benieuwd of u het speelt en wat u ervan vindt. Je kan Pokémons vinden in de straten en je kan doosjes openmaken en dan kan je eieren vinden en kleine cadeautjes en zo. En ja, dus ik vind het wel gewoon grappig om te spelen. Ik heb het wel een keertje gespeeld. En vertel eens, wat vind je ervan? Ik vind het wel leuk, maar ik weet nog niet precies hoe het allemaal werkt en zo. Nou, ik heb het één dag gespeeld, maar ik ben alweer mee gekapt. En waarom ben je ermee gestopt? Nou ja, het is gewoon interessant om naar te kijken hoe het in elkaar zit, maar daarna ben ik echt snel bij. Nee, voor ons eigenlijk helemaal niet. Nee, ik vind het echt tijdverspilling. Heb je het al wel geprobeerd? Nee, ik heb er niet naar gekeken, want volgens mij is het best wel verslavend. Gewoon, ik weet niet, het is een jeugdsentiment denk ik. Gewoon al die Pokémon's weer vangen en dan door de stad lopen en dingen zoeken. En dan vraag ik de vraag aan jou, waarom speel jij het nog niet? Ik vind het echt verschrikkelijk. Je ziet iedereen met zijn telefoon zo overal lopen en dan denk ik, ja... Hoeft van mij niet. Ik vind op zich, het is weer totaal iets anders. Dus op zich vind ik het wel weer heel leuk. Het is alleen natuurlijk zitten wel gevaren aan. En zeker met name voor de jongere kinderen, denk ik. Maar de tijd zal het leren. Nee, totaal niet. Het is echt totaal niet mijn ding. Ik heb zoiets van, mensen komen gelijk met, ja, dan ga ik mijn hond uitlaten. En dan loop ik gelijk een heel groot stuk. Ik heb zoiets van, ja, gun je hondje dat ook gewoon zonder Pokémon Go. Ja, ik weet het niet. Ik vind het gewoon een beetje onzin. Het is alsof ze er allemaal smoesjes voor gaan verzinnen om per se dat te spelen. Nou, ja, leuk spelletje. Nou, ik hoor alleen dat het gevaarlijk is. En voegt het iets toe? Ik twijfel daaraan. Ja, ik heb al van heel veel mensen gehoord dat het gevaarlijk zou zijn omdat... Het vizier alleen maar op het scherm van de telefoon gericht is en niet meer op het verkeer of wat er om je heen gebeurt. Zouden daar maatregelen tegengenomen moeten worden? Ja, als het uit de hand loopt wel. Kijk, als ik hoor dat er al mensen langs het spoor lopen en dat soort dingen, ja, dan wordt het gevaarlijk. En dan moeten er maatregelen genomen worden, ja. Ja, nou, je kijkt wel de hele tijd naar je telefoon om te zoeken naar die Pokémons. Dus het is ook al dat je niet op het verkeer let, zeg maar. Dus het is ook niet echt heel erg veilig. Ja, dat klopt wel. Maar ik denk ook wel dat het wel gevaarlijk is. Ik heb zo, als ik zelf op de fiets zit, denk, als ik aan het appen ben, denk ik ook dat andere mensen denken dat ik aan Pokémon aan het spelen ben. Terwijl ik vind, wat je ook allemaal hoort, dat best wel veel ongelukken gebeuren ook en zo. Dus ik weet niet, ik denk dat het, naar mijn mening, mag het, over een maand zou het er niet, denk ik dat het er niet meer is. In ieder geval, als er nog meer ongelukken gaan gebeuren. Dus verder weet ik het ook niet.